Goedendag, dames en heren, en welkom weer. Nou, het is vandaag zondag, de zondag na kerst, derde kerstdag. En ik ben net klaar met voeren en ik ben zeiknat, want ik heb een prachtige cabrio shovel. Ja, wat doe je eraan? Niks. Nou, laatst vorige week hadden we over in de livestream, of voor twee weken terug, over in de livestream van de geschiedenis van onze boerderij. En is dat nou interessant? Vinden jullie dat nou leuk om te weten? Ja of nee? En er waren mensen, ja, goh, dat vinden we best leuk. En je moet wat, want er is werk zat, maar het is allemaal hetzelfde. Het is elke dag is het melken, voeren, boksen schoonmaken en dat soort werk allemaal. En nou ja, daar kun je ook maar zoveel video's van maken, hè. Dus, oké. De geschiedenis van onze boerderij. Nou, laten wij zeggen dat, waar beginnen we ergens? Omstreeks 1890 kwam mijn overgrootvader, Willem Maassen van den Drink, vanuit Velp deze kant op. En dan moesten jullie weten dat de meeste boerderijen hier hebben een bijnaam. En onze bijnaam is de Velper. En dat klinkt logisch. En het achterop onze boerderij gaat in bord met de Velper. Dus dat was omstreeks 1890. Ik praat binnen verder, wat ik al zei. 1890, ik heb even een ander kloffie aangetrokken. 1890 kwam dus ongeveer mijn overgrootvader Willem hier naartoe. Dus in 1914 mijn grootvader geboren. En mijn grootvader heeft lang geboerd op deze plek. Met dit huis. Je ziet hier de oude boerderij, zeg maar. Dan heb je, hier heb je nou het woonhuis. Dit is de schuur. En dit is dan uiteraard de hooiberg. En dan hebben we hier nog... zoals men noemt, het kookhuis, het kokhoes, zoals wij hier zeggen in Twente. Ik weet geen idee of mijn oma er ooit in gekookt heeft of dat ze gewoon in huis kookt. Ik heb geen flauw benul. Dat was dus, nou, dit is foto's gemaakt voor 1956, want de boerderij, het huis waar we nu in zitten, is gebouwd in 1956. Toen heeft mijn opa dat laten bouwen. Je ziet hier nou wel een deur. Het was toen al verbouwd naar twee woongedeelten. Maar je moet je zo voorstellen, dit was het voorhuis. Dat is het nog steeds. En dit is het achterhuis. En daar stonden dan vroeger de koeien op de deel. Daar konden staan, moet ik even denken, ik meen 23 koeien. Nou, de hele buurt verklaarde mijn opa voor gek, want 23 koeien, daar ga je hartstikke aan vier. Dacht men toen. Nou, wat zie je nog meer? Even iets verder terug. Nou ja, die burgerboom natuurlijk. Die gaat me nu door het akelige fietsgedoe. Dit schuurtje. Die staat er ondertussen ook niet meer. De wagenloos staat er wel. En zo kun je daar zien dat mijn vader International had. Dit was een B612. Kunstmachilo staat er nog steeds. En een houten stal. Nou, die stal die is gebouwd, ik dacht, omstreeks 1975. En was voor die periode vrij hoog. Ook in de wanden. Het was 2,5 meter hoog in de wanden. En het was voor toen heel hoog. Maar hier in Wieren waren toen een vluchtelingenkamp voor Molukkers. En dat werd op dat moment afgebroken. En toen heeft mijn vader en mijn opa hebben toen... er was gewoon systeembouw. En mijn vader en mijn opa hebben toen een bult van die barakken gekocht. En die waren 2,5 meter. En zodoende krijg je dan een hogere stal. Wat later natuurlijk bleek dat het wel goed werkte. Maar goed, alle stallen waren toen niet veel hoger dan 1,5 meter. Nou, dat was dus zeg maar, deze foto is gemaakt ergens omstreeks jaren 80. Ergens in het voorjaar, denk ik. Ja, kalfjes lopen hier naar buiten. Er is natuurlijk allemaal niet zo heel veel aan veranderen, maar wel warm. Gaan we even door naar deze foto. En deze foto is van 2006 of 2007. Nou ja, je kunt zien, de boerderij staat hier uiteraard nog steeds. En hier staat dan het oude huis van... deze foto, alleen in opvallend detail, dat dak, zit er hier anders op. Ze hebben ooit een keer bedacht om dit dak overdwars erop te zetten. En hadden ze meer zolderruimte, waarin hier zat een melkstal in. Hier zat een trappenstalletje voor kalveren. En dan was dit het voorhuis, zeg maar. Let op hier, schoorsteen. Schoorsteen. Maar dit was dan het voorhuis vroeger en daar stond dan de melktank in en ook een klein werkplaatsje, fietsenstallinkie, dat soort werk. De lichtboksenstal is ooit een keer een stenen muur omheen gezet. Het dak is allemaal hetzelfde gebleven,
een tafelmokker op. Hier zit natuurlijk nog een koepel op. En dan zit hier een tafelmokker op. Mijn vader heeft toen ook een extra meskelder als mesopslag omheen gebouwd. Ik hoop dat het een beetje in beeld komt. En tevens gebruikt als kruilplaat. Mevrouw de Dutch Dairy Farmer loopt hier voorbij, komt heus niet in beeld, maar ze wil ook geen geluid maken. Nou, je kunt zien, koeien waren buiten natuurlijk. Nou, heel simpel. Daar hebben wij in 2006 hebben wij deze jongveerstal gebouwd. De jongveerstal die staat er uiteraard nog steeds en hebben jullie vast wel eens beelden van gezien. En als je die hebt gezien, dan moet je even in mijn video's terugkijken. Daar, die is in de plaats gekomen voor dit stalletje. Wij hadden op dit moment zo, wij hadden de koeien in de lichtboxenstal toen. De kleine kalfjes gingen naar de deel. Mijn opa en oma woonden hier en de rest was jongveerstal. Daar zaten inlingboxjes in en wat trappelstalletjes. Mochten ze nou, gaan we even een andere foto, dus dan zaten ze hier in de deel. Ja? Werden ze wat groter, dan gingen ze hier naartoe, achter de melkstal. Daar zat ook een trappenstalletje. Daar konden er ook 10 kalfjes of zo in liggen. Werden die daar alweer te groot voor, dan gingen ze naar deze schuur, waar ze gewoon aan de ketting stonden. En dat was natuurlijk voor die tijd hartstikke normaal. Nou, alles was toen op dat moment versleten, vooral deze pinkenschuur is vroeger ook gebruikt een keer als varkensschuur. Daarvoor gebruikt als varkensschuur, daar hebben koeien in gestaan, dacht ik, weet ik niet helemaal 100% zeker meer. Nou goed, toen hebben we in 2006 deze stal gebouwd. En daar zit nu alle jongvee in, de kleinste kalfjes die zitten hier achter deze deur. En dan gaan ze van lieverlee, gaan ze zo rond. Nou, en als ze op een gegeven moment kalven moeten, gaan ze naar de andere stal. Maar goed, nou zal ik jullie graag een luchtfoto laten zien van de huidige situatie. Maar, ik heb geen luchtfoto van de huidige situatie. Dan zeg ik weer, nou, ga even met de drone de lucht in en maak even een foto. Dan heb je het ook. Alleen, het is pokken weer. Dus dat doe ik niet. Maar je moet je zo voorstellen dat wij deze stal hebben wij gesloopt. Stukje voor stukje. Eerst begonnen met het dak in 2014. Daktraf was natuurlijk allemaal asbest, het daktraf stukje voor stukje gesloopt. De stal was omheen wel van steen, maar de rest was allemaal van hout. De spanten waren van hout en die was hartstikke verrot. Ik was hartstikke blij dat we dat jaar geen dik pak sneeuw kregen, maar ik denk dat die op dat moment in zou storten. En we hebben de stal breder gemaakt. Dit is uiteraard allemaal weg en de stal is wat breder geworden. Hij is aan die kant, waar hier kuilplaat is, dat is nu voorgang. En aan deze kant, moet ik even denken, deze kant nou, zal nou zo'n beetje tot hier lopen, denk ik. En dat is nu ook, dan hier is het ook zo'n beetje voorgaan. Nou, dat was dus in 2014, om en nabij. Wij waren toen, moet ik even denken hoor, wij waren toen 2 jaar getrouwd, wij zijn getrouwd in 2012. In datzelfde jaar daarvoor aan is mijn vader overleden, voor degene die dat nog niet wist. Dus het meeste doe ik alleen, samen met mevrouw Dutch Dairy Farmer, maar ja, die is nog redelijk druk met de zuivelwinkel. Dus, dat is een klein beetje in een notendop de geschiedenis van de boerderij. Nou, waarom hebben we nou gekozen toen voor een serrestal? Nou, dat is eigenlijk heel simpel geld. Deze serrestal was om en bij 40.000 euro goedkoper. Als een traditioneel dak. En dat zit eigenlijk hoofdzakelijk uiteraard in het dak zelf. Het dak zelf is gewoon doek en de spanten, dat noemt men traliespanten, die zijn nogal lichter dan H-profielen of I-profielen, hoe je het maar noemen wilt. Dus dat is de reden. Dan kun je hier nog een gedeelte zien van de oude stal. En dit is de oude voergang. Dat is de reden dat die boksen niet aan elkaar zitten. Als je in een andere boxrij kijkt, ja, kun je misschien hier niet helemaal goed zien, maar die zitten aan elkaar gesleuteld aan de boven- en onderkant. En deze heeft dat dan niet. Nou ja, dat was ook een van de redenen om te kiezen voor een serrestal. Het is vrij gemakkelijk om een serrestal te bouwen op een bestaande kelder. En we hebben de bestaande kelders gewoon laten zitten.
Want ik wilde weer bouwen op deze plek. Ja, puur alles toch wel compact bij elkaar, maar toch redelijk ruim opgezet. Nou ja, dan kom je al, dan kun je de kelders bewaren. En als je de kelders bewaart, dan scheelt dat een boel geld in afvoer van puin. En dat is ook vervuild puin, dus nou 3 keer zo duur. Nou, 3 keer weet ik niet, maar dat is wel veel duurder als schoon puin afvoeren. En je moet nieuwe kelders terugbouwen. En ik was nogal gebonden aan het budget, dames en heren. Want de tijden dat banken scheutig waren met leningen ligt ver, ver achter ons. Dus vandaar. Dat was hem voor vandaag. Vond je dit nou interessant? Of helemaal niet? Maar goed, je moet wat ergens van natte dag. Dan like, reageer en abonneer voor meer. Volg mij uiteraard op Facebook en Instagram. En let's make farming great again.